Ja, dames en heren, Indoor Brabant is topsport, maar Indoor Brabant is ook commercie. Ze loopt onder andere het halve gilde van paardenhandelaren hier rond. Twee daarvan heb ik hier uitgenodigd in mijn studio van Clip My Horse, om met hen te praten over een heel raar probleem dat zich voordoet, een raar fenomeen. Er worden steeds minder veulens geboren, zeker vergeleken met 10 jaar geleden. Maar de vraag is eigenlijk toegenomen. Er zijn veel meer landen, veel meer ruiters die op niveau hun sport willen bedrijven. Ik wil erover praten met Nico Witte, hier niet ver vandaan in Schijndel woonachtig. En met Egbert Schep, een springspecialist, een dressuurspecialist. Even over jullie zelf. Nico, jij bent een echte dressuurkenner. Je hebt Jess gevonden. Je bent mede-eigenaar van zijn zoon Winton. Zijn kleinzoon Charmeur werd hier gisteren nog derde in de Prix Saint-Georges voor goedgekeurde hengsten. Volgens mij is het goed dat jij ook nog wat inkomsten uit de fokkerij hebt, Nico. Ja, klopt. Wij draaien denk ik een beetje op de fokkerij. We zijn natuurlijk alleen maar bezig met jonge paarden opfokken, klaarmaken voor de hengstenkeuringen. Ook merriekeuringen uiteraard. En met het verkopen van het sperma naar binnenland en buitenland, daar verdienen wij hoofdzakelijk de kost mee. En daarnaast komt natuurlijk de handel. Egbert, het is ondoenlijk om de paarden op te noemen die jij hebt verkocht. Ontzettend veel topspringpaarden. Zeilin is nog steeds, geloof ik, in jouw mede-eigendom. Een droom van een paard. Maar ik denk dat ik weinig verkeerd zeg dat Bix daar een soort ambassadeur ook voor jou is. Jij verkocht hem destijds aan Nick Skelton. Ja, onder andere. En het jaar dat Bix Star op zijn hoogtepunt van zijn succes was met de Olympische Spelen was onder andere de Pan Am American Games. Die werden ook door een paard wat wij geleverd hadden gewonnen. Dus dat was een topjaar voor ons. Ja. Oké, nu naar het thema van dit gesprek. Ik heb het in het begin even gezegd. Er worden eigenlijk steeds minder paarden gemaakt, om het zo maar even te zeggen. Terwijl de afnemers van die paarden, die nemen alleen maar toe. Ik ben de afgelopen jaren overal op de wereld geweest en ik zie allemaal nieuwe mensen paardrijden. Die hebben die paarden toch nodig en die geven er ook heel veel geld voor uit. Wat is er aan de hand, Egbert? Dat klopt wat je zegt. De sport en vooral dan de sport, de echte sport, 2 sterren en hoger, globaliseert enorm. Denk aan alle Midden-Oostenlanden. Dat is echt een sport die heel snel ontwikkelt. Dus die mensen hebben paarden nodig die op 1,35, 1,40 niveau en hoger lopen. Daar heb je nou precies het probleem waar wij iedere keer tegenaan lopen. Noord-Europa is eigenlijk de grootste producent van sportpaarden en dat zal het ook altijd blijven. Alleen de africhting in Nederland wordt wel een beetje een probleem. Een individuele fokker krijgt het heel moeilijk als hij zijn veulen niet meer verkoopt. En hij moet een sportpaard ontwikkelen tot 8 jaar. Ja. Daar zijn echt hele professionele bedrijven voor nodig die dat doen. En dan zit ook dan aan het eind vertaalt zich dat ook in geld. Ja, en Nico, kunnen die fokkers zelf iets doen om die brug te slaan naar die uiteindelijke koper? Nee, ik denk uiteindelijk niet. Ik denk toch dat ook de fokkers uiteindelijk naar die professionele handelaren en stallen toe moeten. Want het stukje wat Egbert net aanhaalt, dat is het africhten van die paarden. En dan is er met de dressuurpaarden toch nog weer ietsje makkelijker, want die worden makkelijker verkocht. Omdat je als veulentje zie je al meer kenmerken die je nodig hebt in een veulen voor de grotere sport. Met de springpaarden, met de springveulens, daar denk ik dat de handel pas begint als ze inderdaad 7, 8, 9 jaar oud zijn. Maar wij kunnen die dressuurpaarden kunnen we als 2 en 3 jaar kunnen we als een keer duurachtig verkopen. Dus wij zitten, wat dat betreft zitten we iets dichter bij de fokkers. Iets makkelijker om dressuurpaarden te fokken misschien dan springpaarden te fokken, Egbert. Maar kunnen goede springpaardenfokkers die echt goed materiaal hebben niet met jou samenwerken? Wil jij niet met hun samen doen bijvoorbeeld? Ah, dat gebeurt natuurlijk ook al wel. Wij hebben heel veel paarden die wij als veulen voor de helft in deelnemen en ze dan ontwikkelen tot ze sportpaard zijn. Maar vergeet niet dat het een lang en kostbaar traject is. En onderweg vallen er ook nog, al selecteer je nog zo vroeg en nog zo streng, er vallen er nog genoeg af die het net niet worden. En de uitdaging in de fokkerij is om het stukje wat nu op dat niveau gaat lopen, laat maar zeggen 20% of 30% of 40%. Maar de uitdaging is om dat veel groter te krijgen. En dat is ook heel hard nodig. Dus een absolute kwaliteitsimpuls voor fokkers om alleen met topmateriaal te fokken, alleen de beste hengsten te gebruiken? Dat is absoluut zo. Alleen is het nog zo dat een fokker heeft vaak niet de mogelijkheid om zijn paard verder te ontwikkelen of het kost te veel of hij heeft geen mogelijkheid. Dus die wil graag zijn veulen verkopen.
een markt voor de veulens is er alleen voor de topveulens en voor de rest eigenlijk niet. En daar heb je nu juist een probleem te pakken. Vroeger was het een landelijke ruiter die een jong paard kocht en hem ontwikkelde als sportpaard. Maar tegenwoordig moet het allemaal professioneel en betaald gebeuren. Dus daar heb je ook precies de moeilijkheid. Wie is er financieel in staat om dat allemaal te overbruggen? Ja. En de tegenvallers daarbij gerekend. Maar moeten fokkers dus ook een beetje ondernemer zijn, Nico, of niet? Ja, ik denk dat de meeste fokkers dat niet zijn. En ze willen graag een product fokken. Het is een stuk emotie wat ze daarbij hebben. En die willen graag verkopen. Als jong veulentje al. Die willen die kosten niet maken. Is te duur, wat Egbert ook al zei. Ze willen veulens fokken en weg. Verkopen. En ik denk op zich dat het een goede zaak is geweest dat er minder gedekt werd. Dat er minder veulentjes waren. Het aanbod is wat kleiner, de vraag is groot. Maar met name de kwaliteitsvolle paarden, ook in de dressuurpaarden, ook in de springpaarden. Het gaat alleen maar over die goede, die hele goede. En de rest telt niet meer mee. Dus inderdaad, mensen moeten selectief zijn in de keuzes. Goede hengsten, goede merries gebruiken. Stammetjes waar sport uit komt. En dan lukt het. Laatste vraag voor jou, Egbert. Je bent ook bestuurslid van het KWPN. Wat kan het stamboek doen om dit probleem aan te pakken? Dit probleem is vaak genoeg besproken. Je kan alleen maar proberen om die fokker een beetje mee te nemen in het proces. En hem ook te laten zien dat de ontwikkeling van een sportpaard, dat het zomaar niet automatisch is. Ik fok een goed veulen, dus dat wordt wel een goed sportpaard. Maar dat ze ook een beetje begrip krijgen voor het hele proces totdat het een sportpaard is. En hoe kostbaar dat is. Dat is één ding. Anderzijds kun je niet genoeg op kwaliteit duiden. Mensen bewust maken met wat ze fokken. Ze moeten gewoon met een goede merrie beginnen. En het begrip goede merrie is natuurlijk heel erg uitgebreid, hè? Maar ze moeten gewoon echt richting sport gaan denken en sportpaard gaan denken, springpaard gaan denken. En ze moeten zelf ook proberen zich in te leven in hoe een springpaard echt moet springen en wat hij moet kunnen. Hartelijk dank voor jullie wijze woorden. En dames en heren, ik hoop dat u daar wat aan heeft gehad. En dat u de aanmoedigingen van deze beide kenners ter harte kunt nemen en er iets mee kunt in uw eigen fokkerij. Hartelijk dank voor uw aandacht. Blijft u vooral ook kijken, want Clipman Horse blijft het hele evenement Indo-Brabant uitzenden. En u blijft genieten van Clipman Horse.